Ik heb twee schoten gehoord. Er was gewoon eerst een schot en daarna 30, 45 seconden stilte en daarna weer een schot. Op de Frans Wollandstraat vlakbij de Panamalaan werd vlak na het incident een brandende auto aangetroffen met een Duits kenteken. Mogelijk is de auto gebruikt bij de schietpartij. Een buurtbewoner filmde de brandende auto. Het leek ook niet echt op een vluchtauto of zo. Hij stond heel raar op de weg, heel schuin ook. Ja, een beetje vreemd. Maar waarom leek het niet op een vluchtauto dan? Ja, het is 100 meter van het plaatsdelict af. Dus ja, ik denk niet echt dat er gevlucht mee is. Want anders zou je die daar niet achterlaten en verbranden. Een andere buurtbewoner, die niet herkenbaar in beeld wil, zag van alles voor zijn raam gebeuren en belde 112. Van twee schoten, dicht op twee knallen. Ik ging mijn bed uit, het raam uitkijken. Zag iemand aan de overkant in de straat liggen. Ondertussen was er nog een ander schot aan de andere kant van de straat, zoiets. Met een soort explosie erbij. 111 gebeld, toen kwam de politie eraan. Buurtbewoners zijn geschrokken van de schietpartij, maar sommigen blijven er ook nuchter onder. Als Amsterdammer schrik je niet meer zo snel dat er een schietpartij in de stad is. En als het dan iets dichterbij wordt, ja, dit is vervelend. Maar ja, statistisch moet het gewoon ook een keer bij jou in de buurt gebeuren. Dus, ja, ik een beetje een raar gevoel. Ik vind het wel een beetje dichtbij komen, ja, een beetje eng. Het lijkt me het ergste als je die persoon zeg maar vindt in de nacht. Dat lijkt me wel het ergst van alles. Het parool meldt dat het slachtoffer Omar E. zou zijn. Een bekende van de politie op wie eerder aanslagen zijn gepleegd.